Visser. De kisten draaien dag 9. Ja! Stil. En... Al doet het zo goed. Komt jagen jumped jaloers op Lucilla. Droomprinses. We werden gebeld. Nou, dan hebben we lekker samen. Sturen! Hele goeiemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. Luxie komt hierbij staan. Wij zijn hier in de Efteling bij Bosrijk voor Lucilla's... Voor Lucilla's filmrol, want zij speelt mee bij, in de nieuwe winterfilm van Expeditie Vos. En ze speelt Saar en we hebben weer opnames. We hebben vorige week al opnames gehad voor degene die video's heeft gezien. Dus als je ze niet hebt gezien, kijk even terug, want ze zijn echt superleuk geworden. En vandaag hebben we nog twee laatste draaidagen, vandaag en morgen. Dus vandaag gaan ze ook weer van allerlei dingen filmen voor in de film. Deze film komt uit op 16 december 2020, dus eind volgend jaar. Dus we moeten wel even geduld hebben. Maar het belooft wel echt superleuk te worden, want ja, als je kijkt naar de omgeving waar we filmen. Kijk, hier, dit is ons uitzicht. Super mooi, want vandaag worden ook de scènes opgenomen hier in Bosrijk. Dus niet in het pretpark zelf, hebben we vorige week gedaan, maar nu echt hier in de huisjes. Want de familie die met een weekendje weg zijn met z'n allen, die zijn dus in de Bosrijk huisjes. En daar worden de scènes nu opgenomen. Dus Lucilla speelt Saar. Saar is het zusje van de hoofdrolspeler Teun. En het gaat over een speurtocht die de overleden opa van Teun en Saar hebben uitgezet in de Efteling. En ja, dat is een soort familieweekend waarin ze dus een speurtocht gaan doen. Alleen niet iedereen gelooft dat er een speurtocht is. Daar gaat het een beetje over, hè, Sil? Ik geloof wel dat het speurtocht is. Ja, Lucilla en Saar, die gelooft het wel, hè, bij Teun. Tenminste, volgens mij. Dat weten we niet, maar volgens mij, hè? Ja. Ja, nou, we gaan eerst even lekker ontbijten. Goedemorgen, Luxie. We hebben weer lekker ontbijt hier. Luan heeft heel mooi de tafel gedekt. Heel erg mooi gedaan, jongen. Kijk, een barretje. Een lekker theetje. Ja, dank u wel. Je hebt een mooi schone bord, dus die hoef je niet te gebruiken. Oh, jongen, wat heb je daar toch weer mooi gedaan. Kijk eens aan. Onze jongen dekt gewoon even uit zichzelf de tafel. Lucilla, Luan, Poppa en daar komt Luxie. En Luxie, ja. Hartstikke mooi, hoor. Hier hebben we ook Woezel weer. Goedemorgen, jongen. Heb je ook weer Prins heerlijk geslapen? Oh, kijk dan, tuurlijk. Lig je op het stoeltje van Luxie, Pip? Ja. Wat is dat nou, Luxie? Ligt ze op jouw stoeltje? Ja. Kijk eens. Ja, eet smakelijk, vader. Ja. Met ei en kaas. En vandaag gaat mama niet mee naar de set in de ochtend, maar... Papa! En papa die was heel erg benieuwd, hè, Lucilla, hoe dit allemaal ging. Maar mama die is er vaak in de ochtend bij geweest. Nu gaat papa mee. Maar nu gaat papa een keertje mee. Zo, Sil, we gaan de schoenen aandoen. Nee! Nee, oh jongens, schatje, jij mag bij mama blijven. Lucilla die gaat naar de set. Kijk, ze heeft er al heel veel zin in. Ik zie het. Zo, Lucilla. Ja? Papa krijgt te horen, de make-up en de visagie is in huisje 526. Een ander nummer dan de vorige keer. Waarom? Ja, ze zijn verhuisd. Een ander huisje. Gaan we huis ook, hè? Let's go. Moeten we hier zijn? Ja. Door dit hofje? Ja. Oké, nou, ga eens kijken dan. 526. Oh, het is toch hetzelfde huisje. Jij bent hier al wel geweest, papa. Ja. Hele lichte bank, lichte tuin. Ja, zij zijn in de make-up huisje. In een ander, ja. Fina, Lucilla, kijk even de première. Dat is 10 dagen geleden, hè? Grappig, hè? Ik heb een kopje koffie meegekregen. We moeten nu eerst naar huisje 425, Lucilla. Voor de kleding. En daarom de make-up. Het is omgedraaid. Ja, dat kan gebeuren. Nou, hier moet dan de kleding zijn. Hier is ons huisje. Oké. Lucilla praat even een walkie-talkie. Lucilla, hangen daar alle kleren weer. Kijk, voor alle acteurs. Dan zit je in het filmhuisje met 24 bedden staan hierin. En dan gaan we jou weer omtoven. 24 bedden kunnen hier slapen. Lucilla, dip in de vingers. Kijk, nu is de Lucilla. En als je omdraait, ben je... Saar. Sir.
Daniel met Lucilla op de filmset is, ben ik hier met Luxie en Lou aan het spelen. Hallo. Met natuurlijk de knikkerbaan. En we hebben weer een super mooie knikkerbaan gemaakt. Gaat Luxie hem even laten zien? Er zijn er 3 in 1, hè, Lou? Ja! Kijk dan. Super cool. Heel erg leuk gedaan, jongen. Oké, mam, zullen we een zelfbedachte er doorheen maken? Die koffers van jullie? Van de familie Vos, echt waar? Hé, hey, en Silte staat hier ook een kerstboom. Ja, die roze, die wil jij wel. Ja, die is vet. Maar misschien ga je daar op de bovenste. Nee, de piek. Ze hebben hier geen piek. Dat heb je heel goed op. Ik heb lipstift in mijn mond. Oeh, dan moet je even vragen aan Joyce of ze dat er zo uit haalt. Zie je die lamp daar? Dat is weer zon. Kijk, en daar hebben ze ook zonlicht nagebootst. Hé, hey, Lucilla, wat ziet papa nou? Kijk eens, draaidag 8 is vandaag. Is daar Coco? Kijk, hier hebben ze alles in de kisten. Draaidag 9, draaidag 8. Alle elementjes die ze nodig hebben. Cool, hè? Draaidag is dit. Ja. Wat zo. Nou. Veel succes zo meteen, hè? Zo, Lucilla is daar bezig op de set. En wij gaan heel even de honden uitlaten. En even met Luxie wandelen. Het zonnetje schijnt heerlijk, jongens. Het is super mooi buiten. En helemaal niet koud, zoals vorige week. Nou, gaan we hier even een mooie Instagram-foto maken. Wil je deze foto's trouwens zien? Check even de kinderkanalen. Die kun je gewoon vinden als je naar mijn Instagram gaat. Dan zie je vanzelf ook de kinderkanalen staan met een beschrijving van mijn profiel. Dus we gaan hier even een mooi plaatje schieten. Hey, is de scène alweer gedaan? Ja. Hoorde ik jou roepen, zo dan nog maar even in de plek pakken? Ja, hoorde ik jou roepen. Ja, maar ik moet ook viezig. Ja! Nou, wie heb je in je nek? Coco. Eens kijken. Waar is mijn knuffel van de te veel waar ik slaap? Ja, maar die heb je ook in de klas, toch? Coco. Ja, Coco, ik weet niet dat ik van ons in de klas zit. Coco, nou, kusje. Wat heb je nou weer gekregen met Fien? Een chocolaatje. Zo hou je dat wel vol, toch? Ja. Dank je. Echt de laatste keer dat we zo'n video doen. Dat is voor die
Actie! Wat is er kwijt? Oh, pas schoon. Zij heeft die Osborne zelf naar voren gelezen. Jammer. Goed, hé. Jullie niet mogen te lezen, kunnen we net zo goed in het park gaan. Ja! Ik speel het helemaal af beginnen, het allemaal klopt bij Simon. Ik dacht dat je krokodil had. Hoe zou ik het? Kom op voor de top. Oké, iedereen begint posities alstublieft. Dus jullie beginnen gewoon hier. Yes. Zo, stille alweer naar vissen. Oh, kom hier. Gaat het goed? Ja. Ik zit te genieten van jou. Op een afstandje. Maar papa is erbij. Oh, staat er bijna op volgens mij. Ja. Een beetje zin in lunchpauze? Ja. Leuk hè? Hey. Jullie hebben een lekker chocolaatje te pakken. Mm. Lekker hè? Je verdient dat chocolaatje. Ze doet het zo goed. Ja, doet het goed? Je papa geniet zo van Lucella. Ja, vind je leuk? Bijna pauze. Ja, bijna pauze. Zeg maar tot zo. Doeg. Ondertussen is Luxie lekker in slaap gevallen en is ze lekker aan het slapen in de kinderwagen. En Luan die is hier om mij heen aan het spelen. Kijk, daar is hij. Allerlei capriolen weer aan het uithalen. Maar hey Lu, ik wilde jou eigenlijk nog wat vragen. Want naar aanleiding van de vorige vlogs die we hebben gemaakt voor Lucilla, voor haar eigen filmrol, hebben we best wel wat leuke reacties van jullie gekregen. Dank jullie wel voor jullie superleuke reacties. Dat jullie het heel erg leuk vinden voor Lucilla. En dat jullie graag naar haar film gaan kijken. Of in ieder geval naar de film gaan kijken waar ze in speelt. Maar er zijn ook heel veel andere vragen van kijkers. En die gaan over jou. Komt hij aangejumpt? Want Luan is natuurlijk wel een hele grote trotse broer. Maar heel veel kijkers, waarom doe je dat altijd? Dat? Ja. Ik vind het een stoere gebaar. Een stoer gebaar. Hij vindt het een stoer gebaar. Ik vind het ook een heel stoer gebaar. Mama. Hey, maar mama wilde jou nog wat vragen. Okay. Want weet je wat heel veel kijkers zich afvragen? Nee. Lucilla heeft nu natuurlijk wel een heel leuk een filmrol. Ja. En daar zijn we voor Lucilla hier ook voor haar te supporten en zo, ja. Zeg maar. Ja. Maar wat vind jij ervan? Ben je niet jaloers op Lucilla? Best wel, maar... Best wel? Ik denk, ja, laat haar maar haar gang. Zij heeft geen clip, geen hele dag een vlog voor haar eigen kanaal. Ze had geen filmrolletje. Zo, toen ik nog mijn stemmetje inpraten. Oh ja, dat is ook nog gedaan. Hè? Ja, dat is ook nog. En dan is het ook wel eens leuk om eens de laatste beurt laten gaan. Maar ik ben wel een beetje jaloers. Een klein beetje. Maar je snapt wel dat zij nu ook een keertje aan de beurt is. Ja. Ja, dat is wel super lief. Luan heeft natuurlijk ook al best wel wat dingetjes gehad. Is natuurlijk ook, Luan is 2,5 jaar ouder dan Lucilla. Ja. Dus Lucilla durfde toen ze wat kleiner was ook nog niet zo heel erg veel. Nee. En Luan die vond dat gewoon echt super erg leuk. Ze heeft een stemmetje ingesproken voor een tekenfilm. 2 liedjes op zijn naam staan die hij natuurlijk heeft gedaan. Een derde die aan het komen is, die gaat in maart online komen. Lucilla die vond het eigenlijk toch ook stiekem wel heel erg leuk. Ja, en dus ze zag zo jou bezig en zo. En toen zijn we dus gevraagd voor deze rol. Er zijn ook heel veel vragen geweest van, goh, hebben jullie Lucilla in laten schrijven bij een castingbureau? Maar nee, we hebben Lucilla niet laten inschrijven bij een castingbureau. Maar gewoon omdat natuurlijk heel veel vloggen en ze best wel te zien is natuurlijk. Kwam deze filmmaker, Lucio heet hij, die ook de Brief van Sinterklaas heeft gemaakt. Die kennen ons al van die samenwerking. Ja, Lucio. En die zei van, goh, dit is een hele erg leuke rol voor Lucilla. Zou Lucilla dat niet leuk vinden? Dus wij zijn eigenlijk gevraagd om voor Lucilla om mee te laten spelen in een filmrol. En toen wij haar dat vroegen, want wij wisten nog niet zo goed of zij dat wel leuk zou vinden en of ze het überhaupt zou durven. Dus papa en mama hebben dat heel voorzichtig aan Lucilla gevraagd. Van, goh Lucilla, er is een rolletje in een nieuwe film. En de filmmaker heeft gevraagd, Lucio heeft gevraagd, of jij dat misschien leuk zou vinden om een filmrol te spelen. Lijkt je dat wel? Nee. Eerst zijn ze een film, want ze wisten niet precies wat dat was. Dus we hebben eerst even uitgelegd wat dat was. Acteren, dat je dan iemand speelt in een film.
En toen vond ze dat stiekem toch wel heel erg leuk, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ze vond het toch wel heel erg leuk. Ze vond het wel heel spannend. Ze zei, oh, maar ik vind het wel een beetje spannend. Nee, maar ze wilde het wel heel erg graag. Is heel dus, leuk. Ja, en Luan heeft natuurlijk ook een beetje gemotiveerd. Van, oh, hey, als ik het kan en ik ben erbij en zo. Ja. En nu zien we ook, nu is ze voor dit is de zesde dag of zo, dat ze nu een filmopname heeft. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Zesde dag? Ja, dat we hier zijn voor de film. En dan zie je ook dat ze gewoon helemaal in de element zit. En dat ze ook gewoon echt gewoon goed durft te staan voor de camera en dat soort dingen. Als ik er echt naar kijk, is echt een droomprinsesje. Ja, ja, ze geniet er heel erg van. Juist. En ze is heel erg trots. Ze is heel erg trots op zichzelf. En dat is ook super schattig om te zien echt natuurlijk. Echt zo'n tapper en ik ga ervoor. Ja. Ja, wat kan ik toch met die zus ermee? Ja. Ja, je bent ook gewoon heel trots op haar, hè? Ja. Ja, ondanks dat hij soms denkt van, oh, ik had het ook wel leuk geleken. Heb je wel zoiets van, nou, leuk dat Lucilla nou ook een keertje in de spotlights mag staan. Hè? En jouw volgende kans komt wel weer. Hè? Als je ik dat leuk vindt. Ik hoop dat ik een hele spannende film. Ja, wie weet. Ik weet niet naar wat voor dingen dit nog meer allemaal gaat leiden, jongen. Geen idee. Maar we gaan het gewoon zien. Het is gewoon voor ons weer allemaal een avontuur. En ook voor jullie. Ja. En het belangrijkste vinden mama en papa altijd dat jullie het leuk vinden. Want daarvoor doen we het echt. Ja. Voor de ervaring. Dat moet ook echt zijn. Ja, dat jullie hier wat van leren. En dat jullie er plezier in hebben. En daarom doen wij hier eigenlijk aan mee. Vinden wij het ook heel erg leuk om dit te vloggen natuurlijk voor jullie. Maar vloggen, vooral ook voor jullie. Dat je later het allemaal kan terugzien hoe het allemaal begon. Ja. Dat lijkt ons ook heel erg leuk. Ja. Nou, genoeg gekletst. We gaan lekker spelen. We gaan lekker spelen. Doeg. Ik ga vragen waar we zaten. Dat is helemaal gek. Eigenlijk dat is helemaal gek. Wat zijn we aan het doen? Pop. Zitten we in de achtertuin te wachten? Pa. Hey, Klaas Vaker stil achter ons, zie je dat? Zullen we zo gaan zwemmen in dat meer? Ja. Dan zeg ik, Klaas, wakker worden. Hier is filmster Lucilla. Oh. Nou, zet hem op, hè. Nee, ik heb hem naar de kleren. Ja, oh nee, dat kunnen we niet doen. Nee. Fout idee, papa. Nou, zet hem op, toch? Zo, is ons boshuisje, Lu. Ja. Daar zitten we. Wat heb je gevonden? Twee veertjes. Oeh, dat is een mooie veertje. Babyveertje. En lekkere poedersuiker op de poffertjes. Kijk eens, of hoezo, dat is niet voor jou. Alsjeblieft, Sil. Saar. Zo, nou, bedankt voor de gezellige poffertjes, pauze. Succes, hè, filmster. Tot straks. Doei. Zo, Sil, we werden gebeld dat we over 5 minuutjes weer op de set verwacht worden. Maar we gaan eerst nog even schommelen, toch? Ja. Kom, nog even schommelen. Kijk, daar hebben we een schommel gevonden. Even schommelen. Ik wou Lucilla erop zetten, maar ze is er gewoon al zelf op geklommen. Nou, daar gaan we. Hou je goed vast, hè? Oeh, hoppa. Eens kijken, hoe hoog kom je? Kun je papa's voet raken met mijn hand? Ja. Probeer te raken. Tak, ja, raak. Nog een keer. Tak, oeh, hoger. Ja. Nou, dan even lekker schommelen, hè? Nou, op naar de set. Super. En Lucilla, papa is keitels op jou. Sturen en gas geven en remmen. Wat een vet autootje is dit.
Hey, is deze van Klaas Vaak, Lucilla? Volgens mij is het autootje van Klaas Vaak. Ja, wil je meerijden? Heb je nog plek dan? Ja, nou, kom maar. Ja, ik ga wel op het dak zitten. Ja, er zit ook een toeter op, Lucilla. Die zit er niet, hè? Nee, geen toeter. Oeh. Wauw. Ben jij naar de volgende locatie gereden? Ja, ik ga even naar de harken. Is dit het mooie wagentje van Pardoes? Kijk, en waar zijn we aangekomen? Hup, hup, hup. Oh, het Efteling Bosrijkasteel. Even je kleertjes omhullen en dan lekker terug naar het huisje. Ik ga. Ja, oké, zullen we terug. Zullen we dag film zet? Dag. En we rijden weer terug. Vind je stuurt. Goed in zinnen. Dag Saar, tot morgen. In de vingers knippen. 1, 2, 3. Tada! En daar is Lucilla weer. Op naar ons huisje. Zo, en wat eten we vanavond? Lekkere pasta. Oeh, nou ik laat ons lepipje nou even uit. Ja. En dan gaan we lekker eten. Help je even tafel dekken? Goeie helper. Toppie. Eet smakelijk. Vond je het weer een leuke vlog? Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. We zien je graag morgen op een nieuwe draaidag op de set. Volg je hart, bonbon mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee. Geniet je echt het meest. Samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom bom bom, bom bom mee. Dans mee en blijf.